Dit was het dan, dames en heren. De Jewel-programma van de jarige Tros. Ik wil u allemaal verschrikkelijk bedanken dat u ons gebeld hebt, dat u lid geworden bent van de Tros. De meesten van u slapen misschien al, maar diegenen van die nog op zijn, onze zeer hartelijke dank. En ik mag van mijn kant natuurlijk niet vergeten om alle mensen te bedanken die in deze uitzending hebben medegewerkt. En dan vergeet ik vooral niet alle technische mensen van de NOB, zonder wie dit echt niet tot stand had kunnen komen. En onze eigen eindregie. Een fantastisch werk hebben ze gedaan. En ik ga nog heel eventjes, 20 seconden kijken in het Trosgebouw of daar nog wat te doen is. Even nog naar de Tros. Ja, en of er nog wat te doen is, want de telefoons blijven doorgaan. Het is echt ongelooflijk. Fantastische reacties, ook kaarten aan de muur en alle prachtige bloemen. En even snel naar de programmaleider radio, Ton Daalhuizen. Ton, nog even een kleine reactie als afsluiting. Karin, dit is zo bijzonder. De Tros is nu 25 jaar bezig en ik denk dat je hier letterlijk en figuurlijk ziet wat er gebeurd is. We zijn in de bloemetjes gezet. Het is werkelijk een wonder. En we zijn uitermate tevreden en we gaan door tot de telefoons niet meer rinkelen. Want de mensen die nu nog bellen, die hebben er recht op dat we ze nog te woord staan. Het is bijzonder. Okay. We hebben er allemaal vreselijk veel plezier aan beleefd. En dat is zeker niet in de laatste plaats te danken aan u. Heel hartelijk bedankt. De groeten van ons hier allemaal. Dank je wel, Karin. Tot gauw en een mooiere verjaardag hadden we ons niet kunnen wensen. Ik ben erg blij dat je dat zegt. Ik dank Ton Daalhuizen vooral, want het is de programmaleider radio, hè, die de hele avond van 4 uur af vanmiddag meegedaan heeft van deze televisieuitzending. Dames en heren, u kunt ons ook, morgen, u kunt ons ook vandaag nog bellen en wel vanaf 9 uur morgenochtend. En ik hoop dat dan opnieuw de telefoon heel veel zal gaan. En nu is het echt afgelopen. Welterusten allemaal en nogmaals mijn dank. Makers vieren 25 jaar Tros. Ze staan klaar voor de volgende 25 jaar. Straks op Radio 1 en dinsdag op TV. Nederland 2. Prettig weekend. Tot dan. Die zijn club het gooi in loodste. En in een mum van tijd was onze Tros de grootste. Uit Den Haag en uit Den Bosch, het Haagje en Den Bosch. Ook uit Assen en uit Os kwamen duizenden bij de Tros. Dat gaf nog best haat en nijd. En hoe? Er was meteen kwaliteit. En hoe? Ook het ledental steeg. En hoe?
bracht heel wat teweeg. En hoe? We zijn de strijd aangegaan. En hoe? We waren niet te verslaan. Bij de kijk en cijfers mondden we uit. Wat u waardeerde, zonden we uit. We stonden en we staan nog steeds bovenaan. Ook al hebben we veel leden, altijd kan er nog wat bij. En als u vanavond opbelt, krijgt u mij. Of mij. Of mij, en ik maak u even lid. Als u tenminste nog niet was. En u krijgt van ons het troskompas. Want zeg mezelf, het is echt niet onverstandig. Om je te abonneren op een omroepblad, zo klein, zo overzichtelijk en handig. Komt dit Troskompas steeds los? Elke week weer los. Neem het nu per tante pos en kom allemaal bij de troon. Al wordt het nachtwerk, hel en zitten.